Er is gestemd voor de nieuwe fusiegemeente Alkmaar. Het tellen is begonnen en elk moment kunnen de eerste resultaten binnendruppelen. Verslaggever Marjori Noé is bij de uitslagenavond in de Grote Kerk in Alkmaar. Marjori, vertel, zijn er al uitslagen? Nou, als je goed kijkt, dan zie je achter mij een scherm waar net de eerste uitslagen op getoond zijn. En naast mij staat Piet Bruinhoogen, de burgemeester van Alkmaar. En hij kent ze ook, uit zijn hoofd, toch? Nou, niet helemaal. Maar ik kan het wel eventjes zo proberen wat erover te zeggen, ja. Nou, zeg het maar. Nou ja, kijk, het zijn van 9 stembureaus zijn de uitslagen binnen. Dus dat houdt in dat we er nog meer dan 50 te gaan hebben. Dus het is nog best wel lastig om daar een indicatie van te geven. Het was ook nog niet helemaal duidelijk van welke stembureaus dit was. Dus daar moeten we ook voorzichtig mee zijn. Maar je ziet toch wel een duidelijke trend. De Partij van de Arbeid heeft het als eerste partij redelijk goed gedaan, zoals deze is. OPA staat als grootste partij. Maar opvallend is ook dat het CDA zoveel stemmen heeft. Hè. Dus dat is heel erg bijzonder om dit zo te zien. Ja, want ja, ik heb een spiebriefje hier liggen, ja, maar kijk, CDA 18,6, ja. OPA 17,4. Ja. Dat is inderdaad, als je dit zo ziet, is het een uitslag die ik, als dit de einduitslag was, had ik die niet voorspeld. Ja, maar ja, we moeten nog even. Hè, dus. Precies, dus het is ook lastig om een voorspelling te maken van hoe de einduitslag zal zijn. Maar het is wel mooi dat we binnen een uur eigenlijk al van 9 stembureaus de uitslag hebben en helderheid erover hebben. Zijn dit nou de kleinere stembureaus? Ik vermoed dat het de kleinere stembureaus zijn en waar niet zo'n grote opkomst geweest is. Dus we zullen nog even moeten wachten totdat er grote klappen vallen. Ja, er valt dus nog niet zo heel veel van te zeggen. Over een uur hoop ik meer te kunnen melden. Dan zullen er vast wel meer stembureaus ook de stemmen geteld hebben. En dan kunnen we met een nieuwe uitslag komen. Marjori, dankjewel voor nu. En ook in het Schermerwapen in Stompetoren wordt er nog druk stemmen geteld. We gaan snel over naar onze verslaggever Floris Rauwbos. Floris, zijn ze daar al bijna klaar? Nou, Jurien, ik ga even kijken. Achter mij wordt er inderdaad nog druk geteld, zo te zien. Lars, mag ik even kort vragen? Was het een drukke dag? Ja, het was een drukke dag. We zijn vanmorgen om 7 uur begonnen en de hele dag door. We denken dat we zo'n beetje 50% van de stemmen gekregen. In het Schermerwapen? In het Schermerwapen. Dus dat is allemaal heel goed gegaan. En je liet net zien, het gaat ook wel eens mis, hè, het stemmen? Ja, het gaat soms heel erg mis. En die meneer die zei heel lachend, mag ik alle rondjes rood kleuren? Zal ik maar even kijken. Kijk, dit... Toen zeiden wij, nee, dat mag niet. Maar dit komt er dus ook wel eens binnen. Allemaal rood. Nou, dat is niet de bedoeling. Inderdaad, lijkt me nog. Dat is niet de bedoeling. Nog veel succes met met de laatste loodjes. Ja, hartelijk dank. Nou, in het Schermerwapen dus, in Stompetoren. Een van de hete hangijzers in Stompetoren is het dorpshart. Gerard Houtkoper staat hier naast mij. Ja, dat dorpshart. Kun je even kort vertellen wat nou het grote probleem daarmee is? Nou, het grote probleem is dat het heeft 14 jaar geduurd voordat er nu eigenlijk iets ontstaan is waarbij niemand tevreden is. Er was een plan, hè, om een nieuw dorpshart te creëren in Stompetoren. Na 14 jaar zijn ze eruit, maar u zegt daar is niet iedereen blij mee. Nee, helemaal niet. Het hele dorp is er niet blij mee. Er was een prachtig plan van groep Douwmanat. En dat is om onverklaarbare redenen is dat afgewezen. En nu ligt er eigenlijk een heel slap aftreksel, wat waarschijnlijk veel geld gaat kosten. En waar niemand blij mee is. Laat ik het daar maar bij laten. Ja, vandaag dus verkiezingsdag. In hoeverre is die dag belangrijk voor de zaak waar u zo'n warm hart voor heeft? Het is zover belangrijk dat het college dat gaat ervan uit dat het besluit wat ze nu genomen hebben om dat plan aan te nemen, omdat dat onomkeerbaar is. Maar er gaan stemmen op dat als bij een bepaalde verkiezingsuitslag dat bijvoorbeeld de VVD hier zo de plaatselijke kandidaat, de heer Kalverboer, met voorkeurstemmen in de raad zou krijgen, dat die waarschijnlijk nog wat invloed uit zou kunnen oefenen om nog iets aan dat plan te kunnen wijzigen. Okay, ik heb de VVD net niet horen noemen door Piet Bruinhoogen, maar als die groot wordt, zegt u, dat zou een hele goede stap zijn naar een dorpshart waar iedereen in Stompetoren zich in kan vinden. Nou, als in ieder geval de heer Kalverboer met zijn voorkeurstemmen maar in de raad komt, dan kan die zijn invloed gebruiken om te kijken, of er nog iets te redden valt. Maar ook de PvdA heeft op het laatste moment nog een motie ingediend om bepaalde veranderingen in het dorpshart te bewerkstelligen, zodat ze toch nog een vinger in de pap kunnen houden om nog
nou, zeg maar, een slecht plan nog iets te verbeteren, laat ik het zo maar uitdrukken. We gaan het zien, we gaan het zien. Goed, Jurjen, hier worden dus de stemmen nog geteld. En ja, laten we hopen voor meneer Houtkoper dat, dat de VVD groot wordt met de lokale VVD-kandidaat of de Partij van de Arbeid voor een dorpshart in Stompetoren waar iedereen blij van wordt hier. Floris, dankjewel.